In het kader van een open tuinenweekend waren een aantal tuinen in onze gemeente open voor bezoekers. Wij maakten voor u een viertal reportages van onze bezoeken aan deze tuinen. Vandaag kunt u de eerste zien. In de komende weken kunt u de andere zien. Blijf dus vooral Ros Actueel volgen voor deze prachtige tuinen. U kunt deze tuinen ook bezoeken. Vaak zijn de tuinen enkele dagen per jaar geopend voor het publiek en zijn de eigenaren graag bereid u rond te leiden. Vaak wordt u ook nog getrakteerd op een kop koffie.